Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123XL.nl. 123XL.nl. In 1, 2, 3 stappen naar de beste energieoplossing voor thuis. Kijk snel op 123XL.nl. 123XL.nl. Weet wat er speelt in jouw omgeving. Het nieuws uit Den Bosch en omgeving. Je kijkt naar Nieuws en Magazine. Voor het eerst ging dinsdagavond de sloophamer door het grootzieke gasthuis in Den Bosch. Het voormalig ziekenhuis was lange tijd belangrijk voor de Bossche binnenstad, maar staat nu al jarenlang leeg. Emmy Krielaars mocht symbolisch het eerste kogeltje tegen de muur van het oude ziekenhuis gooien. Ze groeide op naast het GZG samen met haar broers. Haar familie heeft namelijk een woning op het terrein. In totaal moet er 150 miljoen kilo beton worden gesloopt en dat gaat nog wel maanden duren. In september volgend jaar wil de gemeente met nieuwbouw starten. Er moeten winkels en woningen komen, maar daar is de huidige politiek het nog niet helemaal met elkaar eens. Halverwege de 20e eeuw werd het oude ziekenhuis te klein. De stad was in korte tijd flink gegroeid. Dit resulteerde dan ook in een grootschalige uitbouw in de jaren 70 van het gebouw dat nu platgegooid wordt. Er werd gekozen voor een gebouw wat vooral functioneel van opzet was. De bestaande gebouwen werden aan het nieuwe gebouw gekoppeld op een tamelijk tactloze wijze. Bovendien werden er verschillende verbouwingen gedaan om te voldoen aan de toen heersende functionele eisen. Zo werden er 2 liften toegevoegd. 1 aan het Stergebouw, het oude gebouw, en 1 aan het ziekenhuis. Er werd geen rekening gehouden met esthetische aspecten. En dat lelijke gebouw, het grootzieke gasthuis, gaat nu dan echt plat. Alweer zijn bejaarden in Den Bosch slachtoffer geworden van een sluwe sieradendiefstal. 2 jonge dames achtervolgden zondag rond 6:30 een bejaard echtpaar dat net de kerk aan de Zuiderparkweg had bezocht. Toen ze naar binnen gingen, belden de vrouwen aan en probeerden met een smoes binnen te komen. Aan de deur stonden 2 meiden met een bos bloemen in hun handen. Een van de 2 vertelde dat ze haar oma had moeten ophalen uit de kerk, maar dat ze haar niet had kunnen vinden. Ze vroeg de oudere bewoner of ze pen en papier mochten lenen om een briefje voor haar oma te schrijven. Een van de jonge dames werd door de bejaarde man meegenomen naar de keuken. De andere bleef achter in de hal. Kennelijk heeft deze tweede verdachte kans gezien een mannelijke handlanger in het huis binnen te laten. Deze derde verdachte heeft mogelijk op de eerste verdieping enkele sieraden gestolen. De jonge dames hielden de bewoners in de tussentijd aan de praat met gebrekkig Nederlands om wat tijd te rekken. Dit deden ze onder andere met de vraag of ze een glasje water mochten drinken. De politie hoopt dat iemand heeft gezien dat het ouder echtpaar tussen 6:00 en 5:45 werd gevolgd door 2 jonge dames. De politie wil graag met getuigen spreken die iets meer over deze 3 criminelen kan vertellen. Bellen kan met de telefoonnummer 0900 8844. Mogelijk gaat het om dezelfde vrouwen die eerder deze maand een bejaarde vrouw beroofde in haar huis. Is het een brug of is het een klucht? De gemeente Den Bosch ziet geen heil meer in het prestigieuze ontwerp van de veelbesproken Bartbrug. De gemeente zegt het contract met bouwer BAM op en stelt het bedrijf aansprakelijk voor de schade. De gemeente neemt een verlies van 5,75 miljoen euro en laat voor 3,6 miljoen euro een nieuwe eenvoudige brug ontwerpen en bouwen. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure. De brug moet eind 2016 opengaan voor het verkeer. Volgens aftredende wethouder Geert Snijders is de kogel door de kerk. We zetten in op een nieuw vereenvoudigde brug over de A. We praten vanaf nu niet meer over de Bartenbrug, maar over de nieuwe brug. De nieuwe aannemer, die op dit moment nog niet bekend is, beslist zelf of hij de huidige constructie gaat gebruiken met de bouw van de nieuwe brug. De gevraagde brug zorgt al jaren voor kopzorgen in Den Bosch. De gemeente meent dat BAM een wanprestatie heeft geleverd. De hoogte van de schadeclaim is nog niet bekend. De politie in Den Bosch gaat niet langer de Segway gebruiken om te surveilleren.
Uit een proef met de elektrische tweewieler blijkt volgens de politie dat de Segway geen voordeel oplevert voor agenten op straat. Agenten blijven in de stad gewoon te voet en op de fiets hun rondes doen. De proef met de Segway begon eind mei. Vooral stoepranden en een steeds wisselende ondergrond stonden een handig gebruik van de tweewieler in de weg. De politie had de testvoertuigen niet aangeschaft. Door een samenwerking met de fabrikant konden de tweewielers relatief goedkoop worden uitgeprobeerd. De politie heeft dinsdagavond de identiteit achterhaald van de dode man die onlangs brandend is aangetroffen in de bossen bij Bokstel. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een 46-jarige man uit Es. De man woonde aan de Groenweg in Es. In zijn woning is de politie begonnen met een grootschalig onderzoek. De straat is afgezet. Vlak voordat agenten het huis gingen uitkammen, verlieten drie kinderen met koffertjes de woning onder begeleiding van de politie. De politie is massaal op de been in de straat. De man is herkend naar aanleiding van foto's die eerder deze week op televisie werden vertoond. Vrachtwagenliefhebbers kunnen op vrijdag 26 en zaterdag 27 december hun ogen uitkijken op het Mega Trucks Festival in de Brabanthallen in Den Bosch. Tijdens deze grootste indoor truckshow van de Benelux verzamelen zich 200 vrachtwagens. Naast deze vrachtwagens zijn er oldtimers, vrachtwagens voor zwaar transport, bergingsvoertuigen, Amerikaanse trucks, special paint trucks, distributietrucks, race- en pooling trucks en vrachtwagens waar dagelijks mee gewerkt wordt. Je kunt ze bekijken in de Brabanthallen. Op het festival vinden ook demonstraties plaats. Is er een chauffeursmarkt, wordt live muziek gespeeld en zijn er voor de kinderen een indoor kermis en een speelparadijs. Op schaal nagebouwde vrachtwagens rijden over een aangelegde modelbaan. Zanger Henk Wijngaard, bekend van zijn truckersliedjes, waaronder Met de Vlam in de Pijp, treedt beide dagen op. Vanwege dreigende staking door 1000 medewerkers van transportbedrijf Brinks kan geld pinnen rond de feestdagen moeilijk worden. De medewerkers dreigden met een staking door de aangekondigde bezuinigingsronde waarbij 600 banen verloren gaan. Brinks brengt met geldwagens geld naar 60% van de pinautomaten in Nederland. Door de staking zouden er veel pinautomaten leeg komen te staan en wordt de druk op banken te groot. Veilig Verkeer Nederland slaat alarm. Het aantal verkeersbrigadiers, ook wel klaarovers genoemd, loopt sterk terug. De veiligheid van kinderen komt hiermee volgens de organisatie in gevaar. In de laatste 8 jaar is het aantal gehalveerd van 55.000 in 2006 naar 27.000 in 2014. Elk jaar moeten er scholen noodgedwongen stoppen met de inzet van klaarovers, omdat er te weinig vrijwilligers zijn die dit doen. Om de sterke daling van het aantal klaarovers een halt toe te roepen, lanceert Veilig Verkeer Nederland vandaag een nieuwe campagne. Help ze oversteken. Naast aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk als verkeersbrigadier wil Veilig Verkeer Nederland ook verkeersbrigades ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers die rond scholen worden ingezet als klaarover om kinderen veilig te laten oversteken. Op dit moment zijn er ongeveer 15.000 volwassenen en 12.000 jeugdverkeersbrigadiers. In de onlangs gepresenteerde Café Top 100 van Mizet Horeca staan twee Bosse horecabedrijven. Het gaat om Bar Le Duc en Het Veulen. Beide zaken gevestigd in de Korenbrugstraat. Wat Bar Le Duc betreft, die op de 27e plaats staat, is de jury vol lof over een barmedewerkster. De jonge dame werkt ongelooflijk efficiënt en snel. Wat een vakvrouw. Haar ogen zien alles. Bestellingen worden in de juiste volgorde supersnel klaargemaakt. De verbinding met de keuken voor de kleine hapjes is perfect, aldus het juryrapport. Volgens de jury beschikt Het Veulen op een 63e plaats over een leuk terras en mooie bieren op de tap. De jury vindt dat de zaak een ziel heeft. De zaak klopt, voelt warm en vertrouwd aan. Hier blaas je stoom af en word je op je plek gezet als het te heet wordt voor de anderen. Het is een mooie zaak. De pelpinda's op de bar zorgen voor de nodige pindaschillen op de grond. De ambiance is onbetaalbaar, aldus de jury van Mizet Horeca. Heb jij een tip voor onze redactie? Bel dan onze tiplijn 0900 8873 of mail naar redactie@tv73.tv.
nieuws en magazine. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123XL.nl. 123XL.nl. In 1, 2, 3 stappen naar de beste energieoplossing voor thuis. Kijk snel op 123XL.nl. 123XL.